Goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe vlog. Waar zouden we toch zijn? Ik denk dat de mensen het al zien. Kijk maar eens even mee. We zijn in Pisa. Wat is dat te zien? Een grasmaaier. Oh nee. Daar gaat Harry. Gelukkig valt het nog mee. Het is niet zo heel erg druk. Dit is toch wel het meest geziene straatbeeld hier in Pisa. Iedereen maakt dezelfde foto's. Ja. We doen er zelf ook aan mee. Ja, tuurlijk. Hoort erbij. We gaan een rondje om de basiliek lopen. Ja, prachtig, hè? Echt mooi. En die deur. Maar die deuren zelf al zijn. Kom, we gaan even wat korter bij. Het zijn meestal van die hidden places. Kijk hoe mooi die maquette. Nou, mocht je hier in Pisa iets willen bezoeken, dan zijn dit de prijzen actueel in 2022 van mei.
Lukt het? Ja, ben ik een dakje even in orde aan het maken, zodat we kunnen grillen. En wat ben jij aan het doen, Sandy? Ik ga even wat groentjes snijden, want het is lekker voor te grillen. Oeh, die is sappig. Dat was een hele leuke dag in Pisa en een leuke fietstocht vanuit Klopt. De camping. Ja, het was een hele mooie route om naar Pisa te fietsen. Vanuit, waar zitten we eigenlijk? Hoe heet het plekje? Ja, het zit tussen twee verschillende plaatsen in. In ieder geval, we staan op Agri Campaggio Laval. Hele mooie. Maar heb je echt een grote camper, moet je hier niet komen, want de plekjes zijn daarvoor te klein. Ja, dat denk ik ook. Ja, dus dit was onze dag. De afval zitten we op. We hebben lekker gegeten. We maken ons klaar voor morgen. Morgen is voor ons weer een reisdag. En waar naartoe? Dat zie je in de volgende vlog. Tot de volgende! Doei!